Ja? Heb ik die vragen allemaal opgeschreven vanmorgen? Die heb ik allemaal in een speakbriefje zo. Die shit, ik had zo ooit hem al. Ja. Dat is mooi. Ja, hè? Ja, dat doet je dan niet, denk ik. Mart, niet alleen werkzaam bij PSV, maar ook nog Mart in Oranje eigenlijk. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe mooi kan het zijn, hè? Hoe mooi kan het zijn? Ja. Dick Advocaat belde mij of ik interesse had om met Nederlands Elftal mee te voorbereiden in het EK Portugal. 2004 dus. Ja, ik zeg ja heel graag. Ik zeg maar ja, je moet even kijken of Omari dat goed vindt. Onze Omari, hoe vond je dat om te doen dan? Fantastisch. Ja? Ja, het is leuk om met de top te werken, net als David Stam. Ja. Ja, Ruud van Nistelrooy, ja, die toch wel iets betekent hebben voor het voetbal, dan liep je gewoon tussen. Voelde dat dan hetzelfde voor jou als voor een speler, het hoogst haalbare? Ja, ja. Nou ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk wel dat je, als je gevraagd wordt om dat te kunnen doen en je mag het van de club waar je werkt doen, dan denk ik wel dat het hoogst haalbaar is, ja. Vond je het spannend om te gaan doen? Ja, zeker in het begin wel. Ja? Maar op een zeker moment, na twee keer, toen had ik wel in de gaten dat het wel goed zat. Die jongens zo allemaal, snel al. Ja, die jongens die kwamen op een kamer s'avonds als ik in de serie was met ja, een beetje ouwe, een beetje. Ja, dan gingen de verhalen vertellen, dan gingen de verhalen vertellen. Ja, dan werd er op de muur geplakt, eind over de gekste met tape en zoetje. Tuurlijk. Dan was die hotel-eigenaar weer kwaad en de CT eraf had, kwam daar mee. En, dus allemaal die dingen was echt, ja, dat was echt een hele leuke tijd, maar ook ja, heel leerzaam. Dus ja, zeker was dat wel heel erg leuk. Kun je jouw eerste dag nog herinneren? Ja, ik moest naar huis te Duin. Mijn eigen melden en ik moest om 1 uur er zijn. Ik denk, ja, ik zou me op tijd wegrijden. Dus ik reed morgens om 8 uur weg en ik kwam 10 uur naar huis te Duin. Maar ik durf niet binnen. Want ja, dan hoort het hotel. Ik denk, oh, wat moet je toch doen? Ik stond voor de deur en een keer dopen. Ik wees een bak koffie gedronken, weer teruggelopen. Ja, op zich, het was zo 11:30. Ik denk, ja, ga toch maar eens naar binnen, weet je wel. Ja. Kijk, ik ben gewend dat mensen bij mij binnenkomen en nu moest ik ergens anders binnen. Ja, dus bij de grote jongens. Ik moest me eigenlijk omschakelen. En hoe was het EK? Ja, de EK, wij zijn derde geworden, hebben verloren in de halve finale van Portugal. Dat was een EK met Arjan Robben, met de blessure en Willem van Hanegem. Ja goed, daar was afgesproken, Arjan zou een uur spelen en dan zou hij eruit gaan. Ja, je zou kunnen zeggen, hij wordt tegen zichzelf in bescherming genomen. 2 maanden was hij geblesseerd aan die hamstring en 2 keer in korte tijd, maar het venijn druipt van hem af. Ja, dat viel eigenlijk een beetje verkeerd, want Aja wilde niet en ja, Van Hanegem die was er misschien ook wel niet mee eens, maar goed, ik vind die beslissing die was toen genomen en Dick zegt ik ga er wel uit en ik heb hem meer nodig. En goed, dat is toen heel heisa geweest. Ja, dus dat de opmerking gemaakt dat die zei nou, ik stop ermee. En toen ben ik een keer naar boven gelopen, heb ik even met Dick zitten praten, want ja, ik vond niet dat hij dat verdiende. Ja, want hoe was jouw band met Dick? Ja, eigenlijk heel erg goed. Ja, Dick was gewoon heel recht door zee, heel eerlijk, heel fijn. Hedding, Mark, Philip ook. Die zijn allemaal zo wel, die zijn rustig, maar die zeggen gewoon wat ze vinden en wat ze denken. Nou, dat heb ik ook nodig. Hè. Mij moet je ook sturen. Ja. Niet te veel, maar je moet me wel sturen. Een beetje loslaten. We zien hier wat mooie foto's. Dit was een arena toen wij van Schotland ons plaatsen voor die EK. Van Nistelrooy, dit zegt eigenlijk wel genoeg wie macht is. Nou ja, toch? Dat was 2 wedstrijden die wij tegen Schotland moesten. En dat was in de arena. En die wonnen wij zodoende ging wij naar het EK toe. Maar goed, het is een heel mooi jaar. En bewogen EK natuurlijk. Ja. Waarom ben je gestopt? Ja, toen kwam ik terug. De massagekamer in en toen zei Harry van... ja, maar we stoppen ermee. Dat gaan we niet meer doen. Dat wil gewoon niet hebben dat je weggaat. Oh, dus dat was niet eens je eigen keuze? Nee, ik vond het toch wel heel erg mooi en interessant. Maar goed, ik had hier ik ben ook echt de PSV'er. Dus, PSV heeft je gewoon weer nodig, hè? Nee, goed, zo is het niet. Maar ik bedoel, ik heb toen gezegd van nou goed, dan doe ik het niet. Zijn er nog opmerkelijke momenten geweest, of met spelers, of ja, ik moet zeggen, ik had toen heel veel respect voor Patrick Kluivert. Toen kwam hij binnen en ik stond binnen en zei Patrick, ik moet mijn... Ik zei, doe ik eigenlijk nooit, maar ik moet jou een compliment geven voor jouw gedrag. In de afgelopen 6 weken, want je hebt eigenlijk nooit de kans gehad om te spelen. Maar zo positief, die was zo positief ingesteld. Mm-hmm. Dat ik echt denk van ja, dat is toch top. Jongen, het is toch knap dat jij 6 weken met ons meegaat, iedere dag traint. En weet dat je nooit nog de kans hebt eigenlijk. Ja, je hebt een kans, je hoopt steeds dat je invalt, maar je gewoon niet in de bak komt. Ja. En dan zo positief blijven gedragen.
Dat vond ik echt fantastisch. Nou ja, en heb jij misschien wel ook mooie woorden, zeg tegen zo'n Kluivert. Maar ik heb hier ook een hele mooie brief van Rob Kokke. Dat was de materialenman van het Nederlands Elftal. Ja. En die schrijft hier naar aanleiding van jouw afscheid. Ik heb met veel mensen gewerkt, maar nog nooit, en dat meen ik echt, met iemand die zo'n inzet toonde als jij dat altijd deed. En ook ik heb je altijd meer als vriend gezien dan als collega. Maar zoals jij al zei, zeg nooit nooit. Misschien mag ik ooit nog eens samen met je werken bij de KNVB, PSV of waar dan ook. Ja. Dat is mooi. Ja, hè? Ja. Ja. Ja, dat doet je dan niet, denk ik. Dat doet je wel, maar dat heb je lang niet gelezen. En dan komt dat terug, dan ben je over aan het praten. En dan heb je toch... Ja, zo zit ik helemaal in elkaar. Ik heb die jongen gewoon meegeholpen met materiaal, met de wassen, met drukken. Die waren met twee man, maar ja, die hadden hartstikke druk. Ja. Mart, ik denk dat PSV niet zonder jou kan, maar dat heel veel mensen in de voetbalwereld niet zonder jou kunnen. En dat je praktische kant en emotionele kant emotionele alles in één bent. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, de emotionele kant komt vaak als je dingen terughaalt. Tuurlijk. Dan heb je met niet zo erg. En dat is mooi. En ja, goed, ik zal mensen missen, maar dan zal misschien mensen mij missen. Dus. Ja, dat denk ik wel. Mart in Oranje, dankjewel. Ja.